Dansel Silos, de 26-jarige rapper, bekend als Bigagou van de beruchte rapformatie Zone 6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost, is op zondagochtend doodgeschoten bij station Sloterdijk. Het tragische incident vond plaats om half zes op een bedrijventerrein bij de Roneweg, waar Silos zwaar gewond raakte en kort daarna aan zijn verwondingen overleed. Deze fatale schietpartij markeert helaas niet de eerste keer dat Silos het slachtoffer is van dergelijk geweld. In augustus 2020 werd hij al eens neergeschoten in de vechtstraat in de rivierenbuurt van Amsterdam. Bigida Goes stond bekend als de rechterhand van Joël Heilige, alias Joey AK, de frontman van Zone 6. Deze rapformatie, afkomstig uit Holendrecht, is de afgelopen jaren herhaaldelijk in verband gebracht met zware criminaliteit, waarbij sleutelspelers zelfs worden gelinkt aan internationale drugshandel. Zone 6-leden zijn tevens betrokken geweest bij ernstig geweld. En de overheid heeft zich ingezet om hun invloed te breken en hen te ontdoen van het imago als rolmodellen voor kinderen in Amsterdam-Zuidoost. Desondanks blijven de kopstukken van zone 6 zich publiekelijk profileren met luxueuze bezittingen zoals gouden kettingen, kostbare kleding, auto's en horloges. Justitie had in december nog vier jaar cel geëist tegen Silos in een grootschalig strafproces waarin hij, Joël Heilige, en zeven medeverdachten terecht stonden voor het ontvoeren en mishandelen van de rivaliserende rapper Cobus L. De uitspraak in die zaak wordt op 8 maart verwacht. Ondanks de ernst van de beschuldigingen, leek Silos lakoniek in de rechtszaal, zelfs tijdens belangrijke zittingsdagen waarop hij in de verdachtenbank lag te snurken. Recentelijk was Silos op vakantie in Thailand tijdens de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Op zijn Instagram-pagina deelde hij uitbundig foto's en video's van zijn reis. Variërend van een ontmoeting met een olifant tot ontspannen momenten aan zee en intense workouts in een sportschool. De familie van Silos laat weten diep geraakt te zijn door zijn dood en wacht op de resultaten van het politieonderzoek naar de toedracht van de fatale schietpartij. De gewelddadige gebeurtenissen rondom zone 6 blijven een zorgwekkend fenomeen in de lokale gemeenschap en werpen opnieuw vragen op over de impact van criminele invloeden in de wereld van de Nederlandse muziekscene.